Wat is dit? Oeh, dan worden we wakker hoor. Hé? Pak hem. Oh, dit is niet hoe een tunnel werkt. Heel veel plezier ermee. Het is gek. Spannend. Wat gebeurt er allemaal, hé? Mag ik liggen? Hé? Ja. Oh, wat is het dan? Nou, ik heb deze verteller niet veel klaar. Kom hier, maar hartstikke vies. Kom. Een hele goede morgen. Een hele goede morgen. Een hele goede morgen. Hebben we er een beetje zin in? Puppy power. Hondje. Super. Nou, wie had dat gedacht? Op zaterdagochtend in de file staan. Hey, wat een ellende. Maar ik dacht, het is misschien wel een leuk momentje om even te vragen. Want in de vorige vlog dat we natuurlijk heen zijn gegaan. Ik heb het ook in de andere vlogs verteld over dat er nog een gedragstherapeut kwam kijken bij het hondje. Maar die is geweest. Yes. En toen ben je gebeld, want... Ze doet het goed. Ze doet het goed. Maar wat zijn een beetje de eigenschapjes van de hondje? Het is een pittige dame. Een pittige tante. Maar ze is heel gewiekst. Ze heeft heel goed in de gaten als er... Dus bijvoorbeeld een proefje en dan zet ze een voerbakje achter een hekje. Dus dan kunnen ze niet rechtstreeks naar het voerbakje. En dan moet de pup gaan bekijken van hoe kom ik het snelst bij dat bakje. Ja. En de een die loopt er rechtop af en die loopt om het hekje heen en dan is ze er ook. En de ander die loopt erbij weg en die weet het gewoon niet. Die denkt nou laat maar zitten. Ja, laat maar zitten. Maar Ruby die pikte dat toch heel snel op en die liep om het hekje heen en... Die was zo bij het voerbakje. En zo is er ook nog een oefening. Dan worden ze op een kistje gezet met een zachte ondergrond, uiteraard. En dan gaan ze kijken of het stabiel en bewust van dat kistje af kan komen. Ja. En ook dat was goed bevonden. Nou, helemaal goed. Ja, kijk. We hebben ook wat spulletjes mee. Hier het riempje, een waterbakje en een... Ja, hoe noem je dit? Een trainingsmatje. Voor, als ze per ongeluk even wat in de auto doet. Ja. Kijk, ze moet natuurlijk nog zindelijk worden in die zin. Ja. Ze zijn er natuurlijk wel mee bezig. Dus het is niet zo dat ze het gelijk laat lopen. Nee, maar we moeten natuurlijk ook anderhalf uur in de auto zitten. Dus dat is voor zo'n hondje ook een lange zit. Ja. Dus het zou niet heel gek zijn als je dan op een gegeven moment moet, dan moet je. Weet je. Ja, goed, halverwege de terugweg gaan we nog wel een keer een stop maken. Even eruit, riempje om. Precies. Oh ja. Nou ja, het is in ieder geval hopen dat de file snel oplost, want zo gaan we er nooit komen. We hebben genoeg geluld. We zijn er. Het is tijd om de puppy te halen. Hey, hallo. Hallo. Ja. Ga je gelijk weer spelen? Hè? Ga je gelijk weer spelen? Oh god, dan gaan mijn fetus weer. Hey. Ga weer met mijn fetus beginnen. Hè? Ga weer met mijn fetus beginnen. Wat is dit? Wat is dit? Wat is het nou? Maar je moest nog wel even lang wachten. Ja, het is wel erg. We zijn hier wel een stukje vaker en er zitten wel heel lekker. Goedemorgen. Hey, ben je wakker? Hè? Nou, als jij komt niet. Ja, blijf lekker liggen. Helemaal back af die beestjes. Ik ga jullie even eten geven. Hè? Kijk eens, lieverds. Kijk eens. Oeh, dan worden we wakker hoor. Kijk eens. Oh, wat lekker. Ga maar even hapje eten. Hey, kijk, deze is voor jou. Kijk eens. Je bent nog een beetje vaag, denk ik. Ja, nu heb je het gevonden. Oh, wat lekker, hé. Even lekker eten naar je powernappie. Kijk die oortjes, hé. Zo flappend eroverheen. Ga er lekker bij liggen. Kijk, ze hebben de bakjes op. He? Gelijk weer een beetje energie, hè. Slaapkopjes. Ja. Ja. Kijk dan. Ja, dit gaat super. Hé, wat ben je nou aan het doen, maf Kees? Wat ben je nou aan het doen? Hé, ga je er vandoor met je bakkie? Hé, ga je er vandoor?
Wat ga je doen? Wat ga je doen? Ik ga het zelf halen. Oh, heerlijk. Hey, wil je nog meer of zo dat je het zelf gaat halen? Hey, hey, wat ga je doen? Wat ga je doen? Hey, neem je bakje mee. Ja, lekker knuffelen met elkaar. Hè. Oh, 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 wat blijf je er toch al lieverds. Hé? Wat zijn we aan het doen? Wat zijn we hier aan het doen? Mag dat wel? Hé, hey, mag dat wel? Hé? Ja! Hé! Hallo! Hallo! Op een of andere manier blijft ze die lens leuk vinden. De vorige keer ook. Als ze dan met die camera naar ze toe wijzen, vinden ze dat leuk. Hé? Ja. Zit je nou weer met mijn broek te spelen? Hé? Concentratieboog van niks. Wat ben je allemaal aan het doen? Wat ben je allemaal aan het doen? Hé. Hey. Hé? Kan je erbij? Kijk! Drinken, kijk! Oh, lekker! Oh, en een dorst! En een dorst! Even lekker drinken. Hè, het is ook warm. Moppies. Ze raken niet uitgespeeld met het bakje. Ik weet niet wat er mee aan de hand is, maar ze vinden het helemaal geweldig. Zo snel afgeleid. En dan zijn ze met het ene bezig en het andere gebeurt weer. Dan zijn ze weer helemaal ergens anders. Hey, doeg! Hey! Hallo. Hallo. Pak hem. Pak hem. 1, 2. Oh, je kan er niet bij, hè? Je raakt helemaal overprikkeld. Pak hem. Oh, dit is niet hoe een tunnel werkt. Die ander snapt er ook helemaal niks van. Ga er weer vanom met je bakkie. Hey. Pak hem, pak hem. Nou, we nemen natuurlijk vandaag de puppy mee, maar de puppy is het niet het enige wat we meekrijgen. Want, kijk, hier op tafel staat een voerpakketje, als ik het goed zeg. Puppypakket. Een puppypakket van Royal Canin. En ja, wat zit er allemaal in? Wat houdt het in? Nou, dan gaan we eens even kijken. Puppypakketje van Royal Canin. Er zitten leuke dingetjes in. Een puppymixje. Dat is extra lekker om het voer extra lekker te maken. Even lekker snoepen. Ja, precies. Er zit een beloningssnoepje in voor het trainen. Ook altijd overigens goed. Niet te veel van geven. Er zit een maatbeker in voor het voer. Heel belangrijk. Ga ik zo meteen nog even op terugkomen. Hele mooie zak met voer. Speciaal voor in dit geval de Labrador Retriever, de puppies. Maakt Royal Canin is een van de weinige merken die heel veel verschillende soorten voer maakt. Er zitten hele kleine verschillen in de soorten voer. Een voerbakje, een riem. Het is niet altijd helemaal precies hetzelfde wat erin zit. Dus het is voor mij ook altijd een verrassing wat erin zit. Ja, leuk, een soort puppy starter pakket. Ja. Er zit een boekje bij waar je hartstikke leuk kunt bijhouden hoe je puppy het doet. Ah, dat is ook wel leuk. Ja, gelukkig. Zeker. Dat is heel leuk. Uiteraard visitekaartjes. En een heel handig boekje nog erbij van. Met een aantal tips en tricks wat je met je hondje kunt doen. Ja, wat leuk. En in principe krijgt iedereen die een puppy meeneemt, die krijgt dit dan mee? Ja, ik als fokker zijn moet natuurlijk wel aanvragen bij Royal Canin. Ja. En zorgen Royal Canin dat ik dat hier krijg. En, wat leuk joh. Dat is, wordt mij ook gratis ter beschikking gesteld. Dus, ja, helemaal leuk. Ja. Hey, Droppie. Heel veel plezier ermee. Hoi, hoi, hoi. Tot de volgende keer. Oh god. Hey, Droppie. Dus we zullen nog even een bandje passen. Ja. Hé? Zit er zin in, Droppie? Hé? Oh, dat neusje, dat gaat... Ja. Hé? Kijk nou wat lief. Heb het halsbandje omgekregen? Ah, kijk. Ach, ach, ach. Ja. Even goed doei zeggen. Even goed doei zeggen. Hé? Ja, ja. Nou, komt helemaal goed. Zeker. Hey, Droppie. Zo. Hij schiet je patatje. Nou, goede reis naar huis. Ja, dankjewel. Hartstikke bedankt. Heel veel plezier ervan. Gaat helemaal lukken. We gaan hem even... Ja, zoals de vorige. Rauwe contact. Ja, helemaal goed. Ja, dankjewel, hè. Ja, bij de anderen ging het ook heel veel... Ja. Ik denk als je straks onderweg bent dat hij zo slaapt. En als hij op je schoot slaapt, dan kun je hem zo neerleggen. Ja. Dan roept hij zo verder. Ja, hoor. Komt goed. Hey, dankjewel. Dankjewel. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Gaan we dan? Met het hondje. Ja. Yes, kat. Hoi.
Oh, ja, even warm, mee. Spannend. Wat gebeurt er allemaal, hé? Nee. Spannend. Ja. Oh, goshie. Nou, die gaat straks lekker slapen. Dat denk ik wel. Zit je dan? Ja? Zit je in de auto? Ja. Het is natuurlijk allemaal even spannend, hè. Zo in de auto, zo'n lang ritje. Het is allemaal nieuw. Dus we rijden langzaam richting huis, af en toe even stoppen. We gaan nu voor het eerst eventjes stoppen. We hebben nu volgens mij een klein half uurtje gereden. Even ietsje frisse lucht halen. Even een frisse hap lucht. Kun je even kijken of je misschien moet plassen of poepie doen. Ah, die ligt wel verpampers hoor straks. Dit is echt heel veel moeite voor dat lieve beestje. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Oh, gaan we even spelen. Kijk eens. Oh, vind het gras. Hey, hallo lieverd. Kijk, we hebben ook even een drinkbakje mee en een flesje water. Ja, zoals ik net zeg, zo'n hondje vindt het natuurlijk hartstikke spannend. Het is nieuw om ergens weg te gaan. En dat is ja, gewoon een proces waar je aan moet wennen. Het is natuurlijk een beetje sneu om te zien als het hondje een beetje onrustig is, dit en dat. Ik zeg de hele tijd het hondje, ik ga straks de naam vertellen, nu nog niet. Ja, gewoon rustig aan naar huis rijden, af en toe even eruit, dat het hondje tot rust kan komen. En we hebben ook een handdoekje mee. En deze handdoek die heeft ook bij het nestje gelegen, dus daar zit de geur in, zeg maar, van thuis. Dat is ook wel fijn om te hebben. Goed, eerst even tijd voor een slokje water. Kijk eens wat ik voor je heb, lieverd. Oh! Kijk eens. Kijk eens. Oh! Toch wel een beetje dorst, hè? Nee? Nou, ze heeft net even heerlijk geplast. We zijn weer aan het rijden. Ze is langzaam aan een beetje rustiger aan het doen. Op het moment dat ik het zeg, begint ze weer te eigen. Hé? Het is niet leuk in auto rijden zo lang. Wat ga je allemaal doen? Ja, het is wel leuk om te zien dat ze probeert ook dit uit te slapen. Want het is natuurlijk best wel iets spannend, zoveel prikkels. En dan is het weer slapen wakker, slapen wakker, slapen wakker. Hè? Dan toch weer even anders liggen. Op schoot is het toch beter, hè? Het is beter dan op je matje daar, zo ongezellig. Hé? Hey, toppertje! Hey, zijn we lekker thuis? En nu zit je weer helemaal vol energie. Je vindt het autorijden helemaal niks, jij. Hey. Hey, schat. Hallo. Ja, dit is je tuin. Hier mag je allemaal mee spelen. Even de tuin ontdekken, dat is natuurlijk allemaal nieuw. Gelijk weer takjes gepakt. Pak hem! Kijk, gelijk de planten te slopen. Hé, je bent een slopertje. Je bent een slopertje. Oh, ga lekker liggen. Hé? Ja. Oh, wat is het dan? Ga je praten. Hé? Wat is dat? Zoveel prikkels. Gelijk in de modder te banjeren. Kijk dan. Wat wil je nou aan het doen? Ben je lekker aan het spelen? Dat is leuk. Dat is leuk. Dat is leuk, joh. Want je kan een hele nieuwe wereld ontdekken. Allemaal nieuwe geuren, allemaal nieuwe prikkels. Kom maar. Kom maar, Ruby. Kijk eens, Ruby. Dat is de poes. Ja, dit is dan ook maar de vraag hoe dit gaat. Ze komen gewoon kijken, hè. Heel voorzichtig. Kijk eens, Ruby. Je hebt het nog niet door, hè? Oh, kijk. Oh. Nee, ja, boeit je gewoon niet. Die katten die vinden het toch wel interessant allemaal, wat het allemaal is. Over knock-out gesproken, hé. Moet je eens even kijken. Helemaal stuk van de reis naar huis. Even lekker maffen. Ze is gewoon helemaal knock-out, helemaal weg. Leuk, joh. Nico is gewoon aan het straten, maar... Nou, merkt ze helemaal niks van, joh. Ja, moet je ook die pootjes zien aan de achterkant. Dat lijkt me nou niet lekker liggen. Nee. Helemaal weg. Lekker tukkie doen. Hey. Ja. Ja. Wat is dat? Kom maar, Ruby. Kom. Kom maar. Kom. Kom dan. Ruby. Ja. Alles weer even nieuw, hè. Nieuw huisje, nieuwe tuin. Nieuwe geluiden. Nieuwe geluiden. De buurman die even gaat gras maaien. Ja. Ja. Het is heel mooi om te zien dat ze begint al een beetje dingen te leren. Dus ze snapt ook dat het plassen bijvoorbeeld op het gras moet. Ze heeft net wel per ongeluk in huis gepoept. Maar ja, dat soort dingen gebeuren nog. Dat moet ze nog helemaal gaan leren. Maar goed, weet je, ze geeft het wel aan. Alleen wij moeten zelf nog een beetje... Ze zit wel je plant weer op tevreden. We moeten er zelf ook een beetje aan wennen welk
geluidigheid aan. Wanneer ze het aangeeft, zeg maar. Ruby? Hey, ouwe plantenvreter. Snoeien doen we zelf wel, dat hoef jij niet te doen. Anders heb je al die splinters in je mondje. Hey, maar. Ruby, nee, niet graven. Niet graven. Nou, ik heb deze verteller niet wil graven. Hey, kom hier maar hartstikke vies. Kom. Kijk, kom maar. Kom. Kom. Nee hoor, die gaat op jacht. Telkens zo snel afgeleid. Ja, je moet dus, omdat het natuurlijk een pup is, heel snel dingen proberen af te leren zoals dit dus met het graven. Kom, Ruby, nee. Ruby, nee. Kom. Ga niet graven. Dat is het ding, als je het vanaf jongs af aan niet goed afleert, dan blijven ze dat heel lang doen. Het is af en toe een beetje streng zijn. Een pup opvoeden is nog niet zo makkelijk. Zeker niet. Kijk dit dan. Ze weet niet wat ze met die stenen aan moet. Jongen, jongen, jongen. Hé, hey, wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Oké, okay, zoals jullie weten wou ik het spannend houden hoe het hondje heet. Maar ik heb het per ongeluk 36 keer verteld in de vorige shots. Ja. Super. Maar ze heet Ruby. Je schrijft het als R-U-B, Griekse ijzer, maar Ruby. Maar we spreken het uit als Ruby, want anders, ja, Ruben noem ik Rup of Rubert of Ruby. Of, nou ja, niet Ruby, dat is onzin. Maar het leek een beetje te veel op elkaar. En Ruby vonden we ook leuke klinken. En waar de naam vandaan komt, is Ruby staat voor robijn. En robijn staat dan weer voor rood. En het is natuurlijk een Labrador Fox Red. Ze hebben een beetje rooiig kleurtje. En dat vonden we leuk bij het hondje passen. Het ligt lekker in de mond. Lekker als je de park de hond aan het uitlaten bent en je bent hem kwijt. Dan doe je Ruby of Ruby. Hier, zie, ik spreek mezelf nu al twee keer tegen. Ruby. En dan, ja, het lag gewoon lekker op de tong. Dus dat is de naam die we voor het lieve beestje hebben gekozen. En we zijn inmiddels een paar uurtjes thuis. En Ruby is ondertussen alles aan het ontdekken. We hebben natuurlijk een vrij grote tuin. Dus ja, ze is ook heel erg snel moe. Omdat je natuurlijk heel veel nieuwe prikkels binnenkrijgt. In huis is ze van alles aan het ontdekken, maar dat is natuurlijk de nieuwe plekje. Dus het is echt van slapen, ontdekken, spelen, slapen, ontdekken, eten, slapen, poepen, plassen. Het is echt, het is een beetje een rollercoaster van wat ze allemaal aan het doen is. Het is wel heel erg leuk en het is ook gewoon, ja, ik heb het jullie de afgelopen vlogs en de afgelopen weken al verteld dat het gewoon leuk is dat het weer een nieuw avontuur is. En ja, dat we gewoon zoveel zin in hebben om zoveel leuke dingen met het lieve hondje te gaan doen. Ik wil sowieso Arie en Brenda namens mij en mijn moeder bedanken voor de goede zorg van Ruby. Echt heel veel belangrijke informatie meegekregen. En ze hebben natuurlijk gewoon echt een topplekje daar gehad. Die mensen die staan echt voor hun lieve hondjes. En dat is wel te merken ook. Want zoals net ook, ja, wat ik vertelde over dat plassen. Dat is waarschijnlijk door Arie en Brenda natuurlijk al een beetje geprobeerd in te leren. Nou, je ziet het gelijk. Ze heeft gelijk door dat dit een tuin is en dat daar de plek is om te plassen. Ja, wat ik net vertelde, ze heeft alleen wel één keer naar huis gepoept. Maar toen was ze net binnen, weet je. Dus dan zit je ook vol in die prikkels en die stress. Van ja, stress gewoon dat ze overal nergens mee bezig is. Maar het is leuk, jongens. Het is zo leuk om weer zo'n topper van een beestje in huis te hebben. En ook vanmiddag dat we dus bij Arie en Brenda waren, even lekker een bakje koffie gedronken, even lekker bijgeluld. Was ook heel erg gezellig, want er was nog iemand anders bij. Dat was Marit, als ik het goed heb. Ik ben niet heel goed in namen. Ik weet dat je deze vlog nu kijkt, dus als ik je naam ben vergeten of verkeerd uitspreek, volgens mij was het Marit, maar ik weet het niet zeker. Maar Marit die had de vlog gezien en die keek al een tijdje de vlogs, dus die had gevraagd of ze erbij mocht zijn als we het hondje kwamen ophalen. Dus het was super leuk om hun even te spreken. En ja, er gaan gewoon heel veel avonturen aankomen met ons lieve hondje, jongens. Het is echt super. Ik heb zoveel zin in. Het is niet normaal. Dus wil je daar niks van missen, vergeet zeker niet te abonneren. Heb je het weer gezien? Koffie is op. Was gezellig. Ja. Nou, heb je het in ieder geval even gezien. Hé? Was gezellig. Lievertje. Jij. Allemaal even ontdekken. Hé. Hey. Jongens en meiden, dames en heren. Oh, het gaat gelijk fout. Dit is niet gebeurd. Jongens en meiden, dames en heren. Het is tijd om lekker het bedje op te zoeken. We zijn wat verder in de tijd. De puppy ligt lekker te slapen binnen. En ik ben niet alleen, want hier is je boy, Ruben. Nee. Alex. Nee jongens, Alex is er gezellig bij. We gaan morgen waarschijnlijk even wat leuks doen. Dus die blijft lekker gezellig tukken. En wie ook aan het tukken is, is dus de puppy. Ik heb de puppy net nog even laten plassen, want anders houdt hij de hele nacht het huis wakker. Maar voor ons is het ook tijd om de ogen dicht te doen. Het was een hele leuke dag, wel een energievretende dag. Het is natuurlijk echt super lief, zo'n puppy en alles. Maar
Het eet toch ook wel een beetje energie, dus het is tijd om een bedje op te zoeken. En daarom ook ga ik deze vlog lekker afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Mocht dat zo zijn, vergeet het dan niet te belonen met een duimpje omhoog. En hier beneden te abonneren als je meer wil zien van mijn dagelijkse vlogs. En deel wil uitmaken van de road naar 10.000 abonnees. Want? Dan gaat die bokaal. Dan ga ik al. Jongens en meiden, dames en heren. Dan kunnen we nog maar één ding zeggen. Dat is tot morgen om 5 uur bij een gloednieuwe vlog. Later.